vandaag heb ik weer een nieuwe video voor jullie. En vandaag is het een beetje een andere video, want het is een aankondigingsvideo. Ik ga namelijk iets vertellen dat er gaat aankomen. Een aankondigingsvideo dus. Sommigen van jullie hebben het misschien al gezien op mijn Instagram, sommigen van jullie misschien ook niet. Daarom raad ik jullie aan om me even te gaan volgen op Instagram, zo blijf je altijd op de hoogte van wat er gaat gebeuren en zo. Zoals jullie misschien wel weten, zit ik in het zesde middelbaar en ga ik afstuderen dit schooljaar. Nu, we zijn vandaag 1 mei en ik ga zelfs ook beginnen met vloggen hiervoor. Maar binnen exact 2 maanden is het dus 1 juli en dat wil zeggen dat heel mijn middelbare school is afgerond. Voor mijzelf, maar ook omdat ik weet dat jullie heel leuk vinden om schoolvlogs te zien. En voor nog een paar andere redenen, gewoon omdat ik het leuk vind enzovoort, ga ik de laatste 2 maanden van mijn middelbare school vloggen. Hoe ga ik dat doen? Ik ga gewoon altijd als ik voor school bezig ben of iets met school, maar ook gewoon andere stukjes, ga ik vloggen. En dan kan ik daar later op terugkijken van zo heb ik die 2 maanden beleefd, zo is het allemaal gegaan, de ups en downs, de chaotische dingen, de toffe dingen. Ik heb bijvoorbeeld ook binnenkort galabaal enzovoort. Dus dat ga ik allemaal voor jullie vloggen. Ik hoop natuurlijk dat jullie dat een beetje leuk gaan vinden. En ik ga er dus zelfs ook mee beginnen. Hoe ga ik uploaden? Ik ga waarschijnlijk niet elke dag, heel de dag vloggen. Want ik zit natuurlijk ook nog 2 maanden op school. Behalve met examens aan, dan kan ik veel meer vloggen. Maar dat worden dan ook, ja, dat wordt ook allemaal gevlogd. Dus eigenlijk gewoon alle dingen vanaf nu dat met school te maken hebben en dus ook een paar andere dingen daarbuiten, ga ik vloggen. Maar dus niet vlogs die heel de dag doorlopen. Ik ga misschien af en toe ook mijn camera eens naar school meenemen. Dat heb ik ook in mijn klasgroep gevraagd, die vonden dat ook oké. Dus dat ga ik misschien ook doen. Maar voor de rest ga ik gewoon s'avonds en huiswerk en voor mijn eindwerk enzovoort, dat ga ik gewoon allemaal thuis filmen. Ik ga ook niet elke dag een vlog uploaden, dat gaat waarschijnlijk om de 3 dagen zijn of dan is dat misschien een weekje of in een weekje maar 1 vlog. Dat gaat er een beetje van afhangen hoe druk ik het heb met school, wat ik allemaal voor school moet doen, heb ik genoeg vlogmateriaal enzovoort enzovoort. De titel van de reeks gaat Road to Graduate zijn, dat wil letterlijk zeggen weg naar afstuderen. Want ja, dat is ook wel heel letterlijk wat er nu deze 2 maanden gaat gebeuren. Ik hoop dat jullie het een beetje leuk vinden. En doe alsjeblieft zeker even een duimpje omhoog als je denkt dat dit leuk lijkt. Laat ook zeker even een comment achter van tips wat ik allemaal kan doen in die vlogs. Of bijvoorbeeld studietips als jullie het leuk vinden dat ik dat geef. Geef me gewoon een paar ideetjes of je ideeën dat je hiervan vindt. Vergeet ook zeker dan niet te abonneren om op de hoogte te blijven van al mijn video's die hier nu gaan aankomen. Van al mijn vlogs. Ik zou het heel erg leuk vinden als jullie dat even doen. En dan zie ik jullie heel graag binnenkort in mijn eerste Road to Graduate vlog. Bye!